Hallo. Ik ben Oscar. Vandaag ga ik het een en ander uitleggen over serious gaming. Het is inderdaad een spelletje, maar wel een serieus spelletje. Een spelletje waarvan het niet alleen de bedoeling is dat je wat leert, maar ook dat je iets ervaart. Het woord epistemologie komt van het Griekse woord episteme. Dat betekent vertaald naar Nederlands kennis of begrijpen. En het woord logos betekent gedachte of studeren. De betekenis van het woord epistemologie is dus het studeren van kennis en wat het betekent om iets te weten. Laten we voor het gemak niet het woord epistemologie gebruiken, maar serieuze spellen. Dat is een stuk begrijpelijker. Computers maken een nieuwe wereld. Een wereld waarin innovatie en creatief denken op de eerste plaats komen te staan. De computer en de computerspelletjes die hierbij horen, maken het mogelijk voor jongeren om zich voor te bereiden voor het leven in een nieuwe wereld. Maar dat kan alleen als we begrijpen hoe mensen leren te denken als vernieuwers. We moeten de hulpmiddelen ontwikkelen die de jonge mensen helpen om de epistemologie te leren van de creatieve vernieuwers. Een manier om dit te doen is door serieuze spellen. Dit is natuurlijk niet de enige manier om nieuwe technologieën te gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Maar meer een oplossing die we nodig hebben. Een oplossing die van technologie gebruik maakt te leren denken in nieuwe manieren die geschikter zijn voor een nieuwe, industriële, globale economische maatschappij. Slechte voorbeelden van spellen waarbij je moet leren zijn bijvoorbeeld Math Blaster en Red Cat. Het is alleen de basisleer. Een beter voorbeeld van een serieus spel is bijvoorbeeld Zoo Tycoon of Urban Planner. Leren, ervaren en vooral doen. Creatieve professionals leren vernieuwend na te denken, omdat vernieuwende denkmiddelen meer is dan slechts de juiste antwoorden op een test weten. Het betekent ook het hebben van echte vaardigheden en een bijzondere denkwijze over problemen en oplossingen. Serieuze spellen gaan over het leren van deze denkwijze in de digitale tijdperk. Serieuze spellen zijn computergames die spelers kunnen helpen te leren denken als ingenieurs, stedelijke ontwerpers en andere vernieuwende vaklui die aan hen de werktuigen geven die zij in een veranderende wereld nodig hebben om te kunnen overleven. Het leven is een spel. Je moet alleen nog leren hoe je het goed moet spelen. Dat is pas een serieus spel. Realize your musical vision.